In de buurt van dit verpleeghuis, Roema Kita in Wageningen, woont ook Hans Dorrestein. He, ook ooit teksten geschreven voor Wieteke van Dort en voor anderen. We kennen hem als boekenschrijver en als cabaretier. Hij is kleurrijk, want dat weten we allemaal. Want humor en tragiek, dat gaan bij hem hand in hand. Hans is dit jaar opa geworden. En ik ben bij hem op bezoek geweest om te kijken of dat ook invloed heeft gehad op zijn kerstbeleving. Dag, Hans. Ja, ik geloof dat ik jou wel herken, hoor. Jawel, hè? Toch wel. Goed je weer te zien. Ja, kerel. Hoe is het? Ja, slecht, maar zo is het altijd. Slecht. Oh, dat is geen nieuws dus? Nee. Kijk, als het goed gaat, dan wordt het een vervelende uitzending. Nee, dat moeten we ook niet hebben. Zullen we gaan zitten dan? Ja. Want we zitten nu op dit moment samen in de kerstaflevering, de kerstavondaflevering van Van Gelders Gijs. Dat ook nog, als het nou een gewone uitzending is, maar een kerstuitzending. Nee, het is de kerstuitzending. Ja. Heb je iets met kerst? Wat moet ik daar? Ja. Nou ja, ik ben er niet tegen of zo. Ik ga even hier even zitten. Oh ja, om voor het uitpakken. Het cadeau waarvan ik dacht dat het een grote verrassing zou zijn, maar dat is ook alweer. En als het een kijkdoos is, dan omhels ik je. Want ik ben nog steeds dol op kijkdozen. Ja? Ik heb een tijdje gehad. Toen was ik ook aan herstellende van een operatie. En toen. Daar heb ik geprobeerd kijkdozen te maken en dat kan ik niet. Heb je een schaaf onder? Hè? Alsnog ervan maken. Hey. Nee, dan even over nu. Dan komen we op kerst 2019 en daar speelt deze jongeman volgens mij een belangrijke rol. Moet je kijken, hé. Dat is niet te geloven. Als ik binnenkom, soms dan is hij wel een kwartier aan het lachen en het spartelen dat ik kom. Nou, dat kan je niet voorstellen dat je zo populair bent bij een ander wezen op deze aarde. Vroeger vond ik de gelul van oude mensen over hun kleine kinderen vrees. Ik kon niet aanhoren. Denk ik, dood de sodemieter erop. Ja. Maar, en nou, nu heb ik er zelf in. Je weet niet wat je overkomt. En hij noemt je ook opa. Zegt hij opa of opa? Nou, verrek man. Nee, was dat maar waar. Hij zegt alles. Mama, papa, dat is ook logisch, enzovoort. Weet je wat hij wel zegt? Kikker. Ik zeg, nou, dat is toch een schandaal. Want heb ik een lied over gemaakt. Best een leuk lied. Dat is een kleine beermap. Een kleine beer. Noem je hem kleine beer? Kleine beer, zo heet hij. Ik noem hem bijna nooit Tijn. Kleine beer, je bent een schat, maar ook een stouter, weet je dat? Jij ondeugd van een kleine beer doet je opa heel veel zeer. Je kunt al staan, je kunt al lopen, ja, je rent de kamer door. En ik zit maar steeds te hopen dat ik je eindelijk zeg hoor, opa, opa. Dat je nu al mama zegt en papa zegt, dat is terecht. Ze geven je eten, doen je in bad. Voor mij heb je nog nooit een schone luier gehad. En ze lezen je voor uit Kikker en Pad. Daar ben je te jong voor, een schande is dat. Ze wijzen het dier in het prentenboek aan en dan zeg je Kikker, heel goed te verstaan. Het was 2 maandjes met nog een jaar. Veel te jong, veel te jong. Dat is mijn bezwaar. Het geeft grote problemen voor ouderen vandaag die door een kikker worden verslagen. Ik probeer je steeds maar uit te leggen dat je opa moet gaan zeggen. Kikker 6 letters, opa maar 3. Ik kan geen kikker meer uitstaan van jaloezie. Luister goed, ik zeg het voor opa, op. Knoop dat woordje in je oor, opa, opa. Lief klein beertje, zeg mij na, opa, opa. Opa houdt van jou heel veel, mijn kleine beer. En nog veel meer zonder kikker in je keel. Lief klein beertje, opgepast, ik berg dit boekje in de kast. Verstopt achter de andere boeken, dat mama en papa heel lang zoeken. Kikker en Pad komen pas weer terecht als je eindelijk opa zegt, opa. Is het leuk? Nee, ik vind niks aan. Nee, ik vond zelf ook dat ik er leuk uitgekomen was. Geweldig. En ik heb jarenlang geen kinderdingetjes meer geschreven. Ja, ik heb hier iets en dat is ook om ook met hem de kerst te vieren, want... Oh, leuk. Ja, je zei het net al. Ik... Kijk. Oh, helemaal van chocola en banket natuurlijk. Nee. Nee, dit is gewoon een echte. Een echte? Dit is gewoon, kijk, als je hem neerzet, dat je ook echt straks, ik weet niet hoe die eruit komt hoor. Maar hier zit alles in. Het is gewoon een echte die... Als Tijn bij opa komt, dat hij gaat zitten kijken, zoals ik vroeger ook altijd keek. Ja, nee, dat zou best eens kunnen dat hij dit geweldig vindt. Dat denk ik. Ja. Nee hoor, dus ik ben helemaal niet ondankbaar hoor. Geweldig. Fijne kerst. Hey, jullie ook. En gelukkig kerstfeest.
De beste wensen voor 2020. Ja.